De intimi kennen u, meneer Donner, als Piet Hein Donner. En sinds vorige week hoor ik overal opeens op de televisie Jan Piet Hein Donner. Vindt u dat leuk? Mij maakt het niet zoveel uit, maar mijn broer die Jan heet, vindt het erg vervelend. Maar heeft uw vader dan twee zonen dan allebei Jan laten heten? Nee, wij hadden twee grootvaders die alle twee Jan heten. Ja. Ja? En dan vernoem je de kinderen, de oudste, naar de vader van de vader. Ja. En de tweede, naar de vader van de moeder. Dus er werd een donnetje geboren, die heette Jan. Toen kwam er weer een donnetje, die heette ook Jan. Ja, maar die, gelukkig had mijn tweede grootvader twee andere namen. Dus ja, ja. Die hebben ze voor mij gegeven. En daarom heet u voor intimie Piet Hein. Piet Hein? Dat is makkelijker. Ja. En dat Hein, dat is ook weer een familienaam? Dat is, maar dat is de lijn weer inderdaad. Ook van de donder zit ook de naam Hein. Hein in, ja. Want wij kennen natuurlijk uw beroemde oom. Ja. Wijlen, uw beroemde oom. Ja. Kunt u schaken? Nee. Niet? Nee. Nee. Wat raar. Nee, helemaal niet. Dat vind ik raar. In het licht van de ervaring van mijn oom was het zo dat... U mocht niet schaken thuis? Nee. Dat kon heel wel, maar het was het idee. Kijk, als je zoiets gaat doen, dan moet je het goed doen. En als je het goed wil doen, gaat er te veel tijd in zitten. Dus kan je het maar beter niet dat doen. Dat is het. Ja, ja. Toen bent u gaan dammen. Nee, triktrak. Hoeveel? Triktrak. Triktrak. Is dat ook een sport? Tegenwoordig heet dat backgammon, maar Nederlands is triktrak. Bent u daar goed in? Nee, dat is gewoon een geluksspel, dus daar hoef je niet goed in te zijn. Het valt me van u tegen dat u geluksspel doet. Nee, als stijle mannenbroeder. Nee, natuurlijk niet. Oh, want? Je mag allerlei geluks. Je moet er zorgen dat je er niet je geld en je vermogen en je geluk opzet. Nee, maar voor de rest kun je rustig met geluk. Die zijn veel eenvoudiger dan al die denkspellen. Dat is waar, dat is waar. Er wordt van u gezegd, ik noem er even 5. Sober, eenvoudig, intelligent, snel, werkend en eerlijk. Het zal maar van je gezegd worden, meneer Donner. Ja, daarom is het ook maar goed dat je dan zo snel mogelijk weer uit het nieuws verdwijnt. Ja. Want de enige juiste berichten die ik heb gelezen waren saai. En je moet hem niet vragen iets leuks te doen. Dat was dichtst bij de waarheid. Ja, toch wel? Ondanks dat triktrakken. Ja, bekemmen. Piet Hein Donner speelt bekemmen. Ik bedoel, dat zal vanaf nu een bepaalde rol in uw leven gaan spelen. Laten we hopen van niet. Klopt het gerucht dat u het rapport 's nachts heeft geschreven? Nou, ik zal niet. Nee, het is niet 's nachts geschreven. Alleen bij dit soort commissies heb je ook een gewone baan die doorloopt. Ja. En ik had een tijd lang had ik 2 commissies. Dus dan moet je de tijd nuttig gebruiken. En dat gaat dan bij u 's nachts? Dat kan je altijd heel rustig werken. Schrijven, ja, ja. En de volgende dag dan zit u weer eager achter uw bureau? Ja, ongedwend. Ja? Ja, weinig slapen, ook dat werkt. Dat wint. Oh, wat heerlijk. Ik heb nog eens even de Pinksterkranten allemaal bij elkaar opgeteld. En het gemiddelde daarvan afgetrokken. En toen kwam ik tot 5 punten van kritiek op uw WO-plan. Nou, dat is vorige week is het allemaal breed het nieuws geweest, dus dat doe ik niet lang. Nog eventjes heel kort. De aanzuigende werking van de nieuwe wet, omdat het een soort riante nieuwe wet wordt voor de mensen die geheel en al in de WO gaan, omdat ze ook nog mogen bijverdienen. Robin Linschoten, hoe halen ze het in hun hoofd? Afgelopen zaterdag in de Telegraaf, u heeft het waarschijnlijk gezien. Nee. De woorden. Hij heeft hele lelijke woorden voor u over gehad, omdat de WO's straks in uw wet mogen bijverdienen. En dat moet dan gedaan worden, is derde punt, door keuringsartsen die er nu ook een potje van hebben gemaakt. Dus waarom gaan de keuringsartsen er in uw nieuwe wetgeving ook geen potje van maken? Dat is de 1 brok kritiek. Geeft u daar zijn antwoord op? Ik denk, althans, als je hoort dat dat een punt van kritiek is, dan is er maar 1 conclusie. Dat het huidige systeem helemaal niet werkt. Want als 1 grens een aanzuigende werking heeft, in de huidige wet hebben we 7 grenzen en 7 gradaties van arbeidsongeschiktheid. Ja. Daarom werkt die ook vaak, heeft die een zuigende werking van een spons. In de tweede, daarom is er ook voorgesteld van verzeker nu dat je inderdaad via die keuring duurzaam, volledige gevallen, daar kan je niet van verwachten dat die nog kunnen werken. Nee. Wel bijverdienen? Natuurlijk, ieder mens, niemand is volledig arbeidsongeschikt. Je hebt het dan over mensen die misschien een paar uur kunnen werken. En waarom zou je die niet activeren
om te gebruiken wat ze nog wel kunnen. Maar het geld wat ze verdienen wordt niet van de uitkering afgetrokken? Dat moet je niet van de uitkering aftrekken. Want dan wordt het een soort Zwitserleven wel. Nee, want het geeft je juist nou net het antwoord op het tweede kritiekpunt. Ja? Namelijk dat die artsen er een potje van maken. Ja. Zodra je als samenleving ziet dat inderdaad er substantieel bijverdiend wordt, en dat zal dan hoge percentages zijn, weet je dat er iets mis is met de keuringen. Ja. Dat is ook de reden waarom het mede wordt voorgesteld, naast een groot aantal andere voorstellen die ook met artsen zijn besproken. Ja. En dan blijkt namelijk dat je juist als je die wat robuuste, ruwe criteria gebruikt, dat je heel wel kunt keuren. Dat is punt 1. In de tweede plaats, er wordt gezegd, we maken er nu een potje van. Ja, dat is ook makkelijk, want nu krijgen ze iemand voor zich waar ze verder nauwelijks een dossier over hebben, waar ze nauwelijks een geschiedenis over hebben, waar ze ook niet naar kunnen vragen. En dan moeten ze in een half uur moeten ze beslissen of deze persoon wel of niet kan werken. Vandaar dat er ook wordt voorgesteld, voordat je aan keuring toekomt, moet je eerst eens onderzoeken, is er alles aan gedaan om te zorgen dat wat deze persoon wel kan, dat het behandeld is. En wie gaat dat allemaal onderzoeken? Die artsen hebben nu al geen tijd om te keuren. Goed te keuren. Daar hoef ik ook geen artsen voor te hebben. Want daar kan ik namelijk een heleboel andere mensen kan ik daarvoor gebruiken. En het zullen zeker niet meer mensen zijn dan op het ogenblik. En die aanzuigende werking, uiteraard, iedere grens heeft een zekere aanzuigende werking. Misschien mensen, stel dat je zegt 80% noem ik volledig, dan zal 70% trachten erin te komen. Maar de mensen die nu 15, 20, 30, 40 hebben, weten vanaf het begin dan, ik moet wat anders gaan doen. En nogmaals, het voorstel gaat niet om primair voor die ene groep om de WAO af te sluiten. Nee, het berust op de constatering dat de huidige WAO in die zin mensen erin zuigt zonder dat ze de greep op hebben. Pervers. Precies. En dan zeg je, wat kan ik doen om die mensen te helpen om in plaats van een uitkering gewoon werk gewoon te gaan en een inkomen te vinden waar ze wel wat mee kunnen doen. Want het gaat om het primaat van het werk en niet het primaat van de sociale sector, zegt u. Het gaat om het primaat dat je mensen weer greep op hun eigen leven dat moet geven. En dat is in deze samenleving, is werk daar een belangrijke component van. Tamara B. Nima schreef vanmorgen in De Trouw dat de WO ervan uitgaat dat de mensen heel graag willen werken. Maar dat is een foute vooronderstelling. Heel veel mensen willen helemaal niet graag werken en zitten liever in de WO. Als dat zo is, dan moet je juist in de eerste plaats, dat lijkt op het oog, lijkt het aantrekkelijk. Je hoort het ook vaak van mensen die niet in de WAO zitten, die dat over de WAO zeggen. Ja. Veel mensen proberen vaak weer uit de WAO te komen. Ja. Alleen het is nu, zie je een verschijnsel, dat na ongeveer 3 maanden verzuim begint er een proces op gang te komen, waardoor je geleidelijk aan je maar met moeite nog kunt weerstaan. En dan moet je nog veel verder terug om er weer uit te komen. 36% van de mensen die nu in de WO zit, zegt, we hadden eigenlijk best nog kunnen blijven werken. En is dat die 36% waarvan u zegt, die gaat nu de WO uit, want die kunnen wel blijven werken? Niet alleen die 36 uur probeert, maar er zitten nog veel meer waarvan je zegt, als het voorkomen had worden, dan hadden ze ook nog steeds kunnen werken. Ja. Oké. Okay. Maar nu wordt, omdat alle aandacht op de uitkering gericht is, letten we er niet op, wat kunnen we eraan doen om het te voorkomen? Ik ga nog even naar een ander punt, want ik heb u gezegd in de inleiding, u heeft nog veel meer gedaan. De WRR en nog andere dingen, ook rapporten geschreven. Een van de kernpunten, denk ik, van uw zorg over de samenleving, maar u moet mij corrigeren, dat is het feit dat we aan het verkruimelen zijn in onze Nederlandse samenleving. Centrifugale krachten hebben bezit genomen van onze samenleving, heeft u wel eens gezegd en geschreven. En u ziet daar niet alleen positieve tendensen onder liggen. Is dat een zorg die u heeft? Althans, het is één element dat je moet constateren. Een samenleving zoals we die hebben, en die hebben we nodig om gewoon mensen, nou juist ook bij dit soort zaken, enige steun aan elkaar te geven. Die heeft tijdenlang bestaan per gratie van het feit dat je door afstand, door economische noodzaak, op elkaar aangewezen was. Ja. We doorlopen nu een periode in de maatschappelijke ontwikkeling waar een groot aantal van die bindende krachten aan het verdwijnen zijn. En dan krijgen de centrifugale krachten die er altijd wel zijn, die krijgen de overhand. Krijgen dan een overhand. Noem eens één voorbeeld, om het voor mij helder te maken. Bijvoorbeeld
via internet kun je overal, heb je contacten. En mensen gaan daarop bouwen. Je hebt tegenwoordig relaties die gebouwd worden op internet. Ja. Daardoor ben ik veel minder aangewezen op mijn buurman naast mij. Je ziet dan ook in de hele maatschappelijke organisatie dat mensen zich organiseren langs zelfgekozen lijnen. Dan krijg je groepen. Niet meer via de zuilen van vroeger en de. De zuil is één vorm waarin we het gedaan hebben. Ja. Maar er zijn tal van vormen waarin je mechanismen hebt waarbij je op elkaar aangewezen bent. Tegenwoordig. En dan kies je in hoge mate je eigen organisaties. En dan krijgt de samenleving als geheel de cohesie van een ballenbad. Ja. Vindt u dat erg? Dat is erg omdat mensen in hun eentje niet tot erg veel in staat zijn. Maar wie, als dat een ontwikkeling is, een soort autonome dynamiek in de samenleving, ook bevorderd door de nieuwe techniek, wie moet zoiets dan tegenhouden of keren of anders gaan invullen? Het is niet een probleem van tegenhouden of keren. Dat is namelijk de neiging die we altijd hebben van laat het verleden maar weer voortzetten in de toekomst. Ja. Dat is de neiging om het te keren en tegen te houden. Nee, we moeten constateren dat we een van die perioden doormaken in de hele culturele ontwikkeling waarin je in snelle vaart je moet instellen op hele nieuwe situaties. Ja. Waar die bindende elementen verdwijnen en waar je dus nieuwe steunpunten moet. Zoals? Nou, in dat hele WHO-voorstel. daar zit u voor, ja. Tot nu toe we ervan uitgingen. Nou ja, kijk, als je niet meer kan, dan hebben we het loket bij de overheid. En dan ben je van die overheid afhankelijk. We zitten tegelijkertijd, constateren we nu, dat het draagvlak van die overheid, of het fiscale draagvlak van die overheid, snel afkalft. Dat als je iemand ergens van afhankelijk moet maken, moet je hem niet van die overheid afhankelijk maken, maar moet je mensen van elkaar afhankelijk maken. Vandaar het idee, maak dan werkgever en werknemer gezamenlijk verantwoordelijk om dat werk te vinden, om weer adequaat inkomen te vinden bij wat iemand nog wel kan. Want daar komt hij zelf mee verder en daar heeft hij weer perspectief. Doet u dat tenslotte? U heeft gezegd, christelijk denken kan bijna alle maatschappelijke problemen een oplossing bieden. U bent een gelovig christen. Is dit nou ook ingegeven door, vanuit uw visie op de samenleving, vanuit uw christen zijn, ingegeven oplossing? Nee, u moet wel even opletten in welke context dat gezegd wordt. Want ik kan me niet voorstellen aan, inderdaad, ik heb dat voor een gezelschap van de theologische faculteit gezegd. Zeker. En daarin ook verdedigd van, ja luister, dus we hebben dat nog hard nodig vanuit een visie dat wat je op dit moment constateert is dat we aantal mensen hun kaders en hun idee over zin in een samenleving aan het ontnemen zijn. Daar heb ik deze voor nodig. Niet omdat christelijk of niet christelijk, nee, iedereen leeft vanuit een geloof. Ja. Of het nou christelijk is of een ander geloof. Dijkstal en Borst ontkennen dat, maar vooruit. Dat weten we. En Tom de Graaf en Boris Dietrich en noem maar op. Ieder heeft bepaalde uitgangspunten, bepaalde visie op mensen die niet hard te maken is, maar die op een zekere mate van axioma's en geloof berust. Sommige daarvan zijn vruchtbaarder dan anderen. Ja. En de kwestie is, hoe kan ik de vruchtbare en de vruchtbaarheid van verschillende ideeën combineren? Tegelijkertijd moet je zeggen, zeker als je het met overheidsmacht te maken hebt, hoed je ervoor om die ideeën ook met macht op te gaan leggen. Want dan verliezen ze hun kracht en waarde. Mooi. Die kunnen heel veel mensen in hun zak steken. Bedankt voor deze wijze raadgeving, Midonne.